Toen Fiat zijn kleine stadsauto 500 lanceerde, werd hij een instant succes, in tegenstelling tot de rest van het gamma dat een beetje moeilijker verkocht. Daarom zijn de Italianen de naam 500 op zowat alle nieuwe modellen gaan kleven. Een compacte 1-volumer werd 500L, een zevenzitter daarvan 500 Living en vandaag is er de compacte SUV 500X. Het dashboard in koetswerk kleur doet sterk denken aan dat van de kleine 500. En ook uiterlijk zijn er heel wat esthetische verwijzingen naar de Cinquecento, zoals de lichtblokken, de bolronde vormen en de verkroomde deurklinken. Maar dat is zowat het enige wat de twee delen. Want de 500X is liefst 70 centimeter langer en 17 centimeter breder, waardoor hij logischerwijze meer binnenruimte biedt. De koffer is daarentegen niet superruim. 350 liter standaard. Gelukkig is de modelleerbaarheid wel interessant. Met naast de klassieke nierklapbare achterbank in twee delen ook een rugleuning van de voorste passagiersstoel die naar voren kan kantelen. De 500X is verkrijgbaar met de nieuwe Uconnect navigatiesysteem met aanraakscherm van 6,5 duim. Dat laat zich eenvoudig bedienen via een zeer geslaagde stemcontrole. Je kan hem zelfs sms-berichten dicteren of laten voorlezen. De 500X heeft technisch gezien niets te maken met de kleine 500. Hij deelt zijn platform met de 500L en Living en met de Jeep Renegade, met wie trouwens ook zijn productiefaciliteit in Napels gemeenschappelijk heeft. Net zoals de kleine Jeep ruilt hij trouwens zijn torsiestang achteraan in voor McPherson's om plaats te maken voor de stangen van een vierwielaandrijving. Let wel, enkel de krachtigste dieselversie 2.0 M-Jet met 140 pk is verkrijgbaar met die vierwielaandrijving. Alle andere versies zijn voorbeeldtrekkers. Die krijgen echter wel een licht geëvolueerde trekkrachthulp, MoodSense, met een apart programma voor rijden op gladde ondergrond en een automatische detectie van gemonteerde sneeuwkettingen. Op benzinevlak is er keuze tussen atmosferische 1.6 met 110 pk en een 1.4 Multi-Air met 140 pk. Naast de 2 liter M-Jet zijn er nog twee andere diesels, met name een 1.3 met 95 pk en een 1.6 met 115 pk, die we hier testen. Deze 1600 blijkt bijzonder aangenaam in de praktijk. Enerzijds door zijn hoge koppel van 320 Nm dat pittige prestaties garandeert en anderzijds door zijn stille en trillingvrije werking. Daarmee draagt hij bij aan het comfort aan boord, dat ook wordt verbeterd door de goede stoelen en het vrij ruime interieur. De ophanging filtert goed, maar de schokdemping blijkt daarentegen vrij stug op dwarsnaden en geïsoleerde oneffenheden. Hij biedt gelukkig wel een gezond en geruststellend rijgedrag. De Fiat 500X deelt met de kleine 500 enkel zijn naam en zijn sympathieke look. Voor de rest is hij veel groter en daardoor ook ruimer en bovendien heeft hij een zeer modern infotainment systeem. De schokdemping is helaas een beetje stug en de koffer is niet de ruimste van het segment, al compenseert hij voor dat laatste wel met de neerklapbare passagiersstoel. Al bij al is het een zeer aangename auto en hij is zonder twijfel de meest geslaagde Fiat van het moment.